heb weer niet gekeken in de camera. Ik wil allereerst de gemeente Zaanstad en haar burgemeester Geke Faber van harte geluk wensen met dit prachtige nieuwe gebouw. Dit stadhuis, geïnspireerd door de Renaissance, is een symbool voor ook datgene wat we nu moeten gaan beleven. Ik feliciteer de gemeente Zaanstad van harte met de opening van haar nieuwe gemeentehuis. Een eigentijds ontwerp van Soeters van Eldonk Architecten, dat een aanwinst is voor Zaanstad en voor de regio. De Renaissance was het begin van een geweldige bloeiperiode in Europa. En die bloeiperiode kan weer terugkomen. Daar is geen twijfel over mogelijk. Want Europa staat niet alleen maar voor crisis, het staat ook voor concurrentiekracht. Het staat ook voor de diversiteit en de geweldige, prachtige dingen waar de Zaanstadregio zo'n mooi voorbeeld van is. Het gaat om diversiteit in eenheid. We hebben meer eenheid nodig in Europa, dat spreekt vanzelf. In een tijd met groeiende reuzen, Rusland en China en India en Brazilië. Het gaat ook om authenticiteit. Het gaat om de vraag, zijn we in staat om datgene wat ons verbindt ook in een nieuwe wereld gestalte te geven. En de concurrentiekracht van Zaanstad en van Amsterdam is daarvoor van grote betekenis. Terug naar de Renaissance. Terug naar dat stadhuis. Het symbool van het verleden kan ook het symbool van de toekomst zijn. En dat is de reden dat ik blij ben dat u vandaag deze dag houdt. Want het gaat om de vraag herstel van de toekomst, herstel van Zaanstad, herstel van Europa. Het nieuwe stadhuis van Zaanstad is wat mij betreft het symbool van de renaissance van Europa. Het gaat om het heden en om de toekomst. En dat is ook de kracht van dit prachtige stadhuis. Uw huis staat in het hart van de stad, op loopafstand van het station, maar ook goed bereikbaar op de fiets en met de auto. Onder het gemeentehuis rijden de bussen af en aan en de ruimte wordt dus goed benut. Het hart is daarmee goed bereikbaar. En met zijn ontwerp voor de stadsvernieuwing van Zaanstad wil Sjoerd Soeters aansluiten bij de geest van de plek, zoals hij het zelf noemt. Aansluiting zoeken bij de cultuur, bij de tradities. En dat is belangrijk, want alleen als die aansluiting er is, voelen mensen zich thuis. En voor een thuis heb je veel over. Kortom, een thuisgevoel verhoogt de betrokkenheid. Wat is een stad zonder de betrokkenheid van zijn inwoners? Een verzameling gebouwen, een industrieterrein. Maar cultuur en tradities zijn kostbare bezittingen waar we geen prijskaartje aan kunnen hangen. Het zijn de verhalen waarin we ons herkennen. Het verhaal van de chocola van Verkade. Het allereerste begin van Albert Heijn. En de beroemde Zaanse mosterd. Handel en nijverheid horen bij deze streek. Een regio die strekt van IJmuiden via Zaanstad en Amsterdam naar Almere. De zogeheten metropoolregio Amsterdam is één van de belangrijkste motoren van de Nederlandse economie. En het kabinet draagt daarom op verschillende manieren bij aan het vitaal en aantrekkelijk houden van deze regio. Denk daarbij aan de ruimte voor Schiphol, aan het verbeteren van de bereikbaarheid via weg en spoor of het beleid voor de topsectoren. En naast fysieke projecten is de metropoolregio Amsterdam een succes vanwege de samenwerking tussen de gemeente. En Zaanstad vervult daarin een belangrijke positie. Dit betreft overigens ook het Noordzeekanaalgebied. Het gaat daarbij om woningbouw te combineren met aantrekkelijke woonwerkplekken en de potentiële groei van de Amsterdamse haven. Bevolkingsgroei in dit gebied moeten we goed opvangen en de centra moeten goed bereikbaar blijven.
En tegelijkertijd moet uw buurt ook prettig leefbaar blijven. En moet de regio internationaal op de kaart als aantrekkelijk vestigingsklimaat. Een pittige opgave waarbij de ontwikkelingen in Zaanstad een belangrijke rol spelen. Drie van die ontwikkelingen zijn de recente vernieuwing in het centrum, het programma hoogfrequent spoorvervoer waar Zaanstad onderdeel van uitmaakt en de herontwikkeling van het Hembrugterrein. Stuk voor stuk belangrijke projecten die de regio verder helpen. Het Rijk is hier nadrukkelijk bij betrokken. En als laatste noem ik nog de crisis- en herstelwet. Die stelt mij in staat om u te helpen met de ontwikkeling van de Hemmes als onderdeel van Zaanstad Midden. Ik zie uit naar onze toekomstige samenwerking. Maar voor nu wens ik u een fijne avond toe.